Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. We hebben te maken met een langgerekt hoogdrukgebied. Het strekt zich uit vanaf Schotland via ons land richting het zuidoosten van Europa. Wolkenvelden vinden we boven het zuiden van Frankrijk. In onze omgeving nauwelijks wolken. Die lossen in de loop van de avond en nacht geleidelijk aan op. En de temperatuur gaat vanavond dalen naar 8 tot 11 graden. De wind zwakt geleidelijk aan af. Vannacht krijgen we temperaturen van dicht bij het vriespunt of net daaronder in het oosten van het land. Aan zee wordt het 1 graad of 2. Lokaal kan een enkele mistbank ontstaan en er is kans op vorst aan de grond. En morgen ziet het er aardig uit met veel zonneschijn, vooral in het noorden van het land. In het zuiden zijn hoge sluierwolken en later op de dag verdwijnt de zon vaker achter deze bewolking. Het wordt 12 graden in het noordwesten tot 18 in het zuiden van Limburg en daarbij staat een zwak tot matige noordoostelijke wind. Dan wordt het vanaf vrijdag anders. We zien veel bewolking en later op de dag valt in het zuiden wat lichte regen en met 10 tot 12 graden is het minder zacht. In het weekend hebben we te maken met een westen tot noordwestenwind. Het wordt amper 9 graden. Het is erg wisselvallig met regelmatig buien, vooral op de zondag. En dat koude weer, dat hebben we ook begin volgende week met temperaturen van onder de 10 graden, ook met Koningsdag. En dan is het uitermate wisselvallig met elke dag geregeld buien. Ik ben Diane Wooij van Weerplaza.nl.